Ruben, zo net is de muziekkoepel geopend. Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar hij staat er. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dus vandaar ook dat we een mooi feestje van gaan maken vanavond. Ja, wat is uiteindelijk die bedoeling van die muziekkoepel? Ja, er staat een social sofa. Een social sofa is een bank die is ooit gemaakt, 2 jaar terug, door een aantal jongeren in samenwerking met de participant van de Baron en ook een aantal buurtbewoners. En ze zijn eigenlijk plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is het doel van de social sofa. Alleen jongeren gaven aan van ja, we missen eigenlijk een overkapping. Want als het zeg maar regent of als het waait, dan kunnen we hier niet buiten zitten. En het jongerencentrum waar we nu zijn is natuurlijk wel regelmatig open, maar niet altijd. Dus toen hebben ze aangegeven, het zou mooi zijn als er een overkapping komt. En die is er nu eindelijk gekomen. Dus het is eigenlijk vooral een overkapping voor de social sofa. Ideaal. Maar een van mijn beleving, want die muziekkoepel, waar komt die eigenlijk vandaan? Hij komt inderdaad uit Hardenberg. Hij stond eerder op de markt daar. En daar kwam ook de naam vandaan. Want als je ernaar kijkt, denk je van, dit is toch geen muziekkoepel. Maar ze hadden in Hardenberg hadden ze een soort van podiumpje, een verhoging van 1,5 meter of zo. En daar stond hij overheen. En dat was volgens mij ooit de bedoeling dat het een muziekkoepel zou worden. Ja, maar nou heet hij de muziekkoepel, maar gaan jullie er ook nog wat mee doen? Ja, de intentie is er wel, maar we willen natuurlijk al een beetje rekening houden met de buurt ook. Maar het zou natuurlijk leuk zijn als we daar in de toekomst wat kunnen gaan doen. Dus bijvoorbeeld de plannen zijn al om met de buurendag in september wat te gaan doen vanuit het jongerencentrum. En dan voor de buurt ook. En dan zou het natuurlijk leuk zijn als we daar ook wat muziek bij hebben. Ja, dat zou heel leuk zijn. En maar zoals vanavond, wat gebeurt er vanavond allemaal? Want ik zie heel veel dingen om me heen gebeuren. Maar... Ja, het is wel echt een superleuke leuke avond tot nu toe. We hebben natuurlijk de opening gehad. Ook met optreden van de freestyle, een panna freestyler. Die heeft ook gelijk een workshop gegeven daarna. Die kon de workshop crafty volgen en nog dans. En nu zijn we eigenlijk op het moment dat we alle workshops zijn afgelopen en dat iedereen zo meteen naar binnen komt hier. En we hebben een optreden van de Double Fruits Gang. Dat zijn een aantal jongens uit Zwolle. Die jonge gastjes, 18, 17, 18, 19 jaar. En die gaan een mooi feestje maken. Dus ja. En dat gaat zo beginnen dus. Ja, zeker, zeker. Ja. Dan blijven we er nog heen bij je. Ik kom nog op de fiets. Top 10 is wat ik wil zien. Rap de ZW'er, sticky stees. Ik ben niet eenmaal als ik verlies. Ik leid het leven wat ik